Dit is de hip-hop interpretatie van Is Dit Alles? Je wordt ongevraagd neergezet op deze planeet. Je zuigt wat aan de tiet met de luier om je reet. Je doet eigenlijk alleen maar wat je zelf wil doen. En wordt dan nog voor beloning veel geknuffel en gezoen. Alles gaat goed dat jij een jaar of zes bent. Je verliest opeens die vrijheid die je nog maar net kent. Je moet naar de school, je eerste echte plicht. Voor minstens 10 jaar houd jij je kop maar dicht. Er komt de puberteit en de wijvenjacht. Jij probeert maar te doen wat er van je wordt verwacht. Je probeert alle manieren, ja zelfs de juiste. Maar het gaat toch niet zo makkelijk met al die puisten. Maar ondanks je leeftijd en wat je nou denkt, denk je nou opeens dat je alles toch al weet. Tot je daar een paar jaar later weer overheen bent. En dan voel je jezelf pas een echte vent. Je bent eindelijk geslaagd met een vaste relatie. Maar deze ware droom wordt je grootste frustratie. Het begon zo prachtig, de seks was goed. Maar nu voelt het opeens alsof het allemaal moet. En je niets meer mag, en ze gaat zelfs zeiken. Als je naar een lekker wijf loopt te kijken. Verliefdheid is vervangen door verlovingsringen. En je gaat je irriteren aan bekende kleine dingen. Een moeilijke tijd, maar als je echt van de houdt, dan kom je daar wel doorheen tot de dag dat je trouwt en dan een kans maakt op de echte ellende. Hoor hetzelfde verhaal van verschillende bekenden. En als je wilt weten wat een echt het geval is, luister dan nog maar eens doe maar met Is Dit Alles. Ik weet er waar die bij mij staat voor die drum, maar ik wil er niet laten vangen door die sleur, 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 sleur,